Hi, goeie zondagavond. Hier ben ik weer. In de Heb Je Leven Lief Show, dat is het moment dat ik graag jouw kannetje een beetje kom vullen. Dat ik jouw brandstoftank een beetje kom vullen. Met weetjes, met dingetjes, met tips, met advies, met inzichten, met leuke dingetjes die jou wat voeden voor de komende week. De week die er zit aan te komen. Ik hoop dat je er naar uitkijkt. En ik hoop dat je het niet vervelend vindt dat je morgen vroeg... Hey, dag Lindsay. Ben je benieuwd? Ah, stay tuned. Blijf kijken. Het gaat leuk worden. Ik hoop dat je morgen er niet tegenop ziet dat je een beetje vroeger moet opstaan. Want weet je, we krijgen zomaar even een uur extra daglicht erbij. Hè? Heb je het gemerkt daarnet? Ik was helemaal de tijd uit de gaten verloren en ik dacht van, ja, zelfs doe ik mijn live en dan is het al donker. En dan, hoe? Nee, het is nu een uurtje vroeger, later al. Enfin, ja, whatever. Het is dus lente, het is officieel lente en dat is toch echt wel mijn lievelingsseizoen. Dat van jullie ook. Hè? Spring has officially sprung, by the way. Mensen die mij niet zouden kennen... Mijn naam is Tanja en ik ben health- en wellnesscoach. En mijn grote missie is, of tenminste mijn missie, is om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen om een leuker leven te leiden. Het leven te leiden waar zij van houden. Live the life you love. Dus dat zijn de dingen die ik wil doen en dat is, het. Dat is zo een van die dingen die ik hier doe. Elke zondagavond om 8 uur kom ik hier live. Om leuke dingetjes met jullie te delen. Zo vandaag over de lente en meer bepaald over bloemen. Ik wil het hebben over bloemen. En misschien heb je het al gemerkt, maar ik ga telkens graag een keer kijken naar wat zegt de wetenschap daarover. Want wij kunnen ons wel voelen, zus en zo, maar ik weet dat er altijd heel sceptische of heel kritische kijkers zijn. En die willen dan altijd weten, ja, maar wat zegt de wetenschap daarover? Ik ben altijd gewapend. Maar hoe dan ook... Ik ga het over bloemen hebben en als je naar buiten gaat, weet je, het is lente en dan komt iedereen weer buiten. Iedereen heeft zin om naar buiten te komen en overal zie je bloemen verschijnen. En bloemen die doen iets heel bijzonders met ons. En zeker in de lente. Weet je, ik heb eigenlijk heel het jaar door heb ik bloemen in huis. Ik krijg hartjes en duimpjes, dank jullie wel, zo lief. Heel het jaar door heb ik bloemen in huis, maar zeker in de lente. Dus ik kan ongelooflijk genieten van, kijk eens, zo een boeket frisse, verse tulpen. En wat dat met ons doet, ik ga het straks vertellen. Wie houdt van bloemen? En wie heeft deze lente al bloemen gekregen? Of wie heeft deze lente al bloemen gegeven? Trouwens, bloemen geven aan een man... Doe je dat eigenlijk? Ik heb soms zin om bloemen te geven aan een man, maar om een of andere reden voelt dat altijd een beetje raar. Hebben jullie dat ook? Er zijn mannen aan het kijken, ik weet het. Zeg een keer of dat raar is om bloemen te krijgen van een vrouw, of is dat gewoon kei tof? Ik wil het weten. Vertel. Zet het in de commentaar. Ah, jullie zijn zo stil. Jullie zijn heel stil. Vind je het leuk als man om bloemen te krijgen van een vrouw? Of vind je dat stom? En of vind je het leuker om bloemen te geven natuurlijk? Want bloemen krijgen is natuurlijk ook heel tof. Hartjes en duimpjes van mij. Ja, Neuza, waarom verbaast het mij niet dat jij van bloemen houdt? Jij houdt van alle leuke dingen in het leven. Alles wat ons als kindje al... At ik veel bloemen? Oh my god. Ik krijg graag bloemen. Nog nooit bloemen geven aan een man? Nee. Nee, hè, Lindsay, gaan we dat eens doen? Gaan we het experiment eens aangaan? Vraag eens aan jouw man of hij graag bloemen krijgt. Ik zal het ook eens aan mijn man vragen. En de mannen die kijken... Ik weet dat er mannen kijken. Vertel, krijg je graag bloemen? Enfin, zeg, heb je het liedje al gehoord van... Michel, krijg je graag bloemen van een vrouw of van een man? Misschien is dat... Ja, waarom niet? Why not? Bloemen is toch iets universeels? Laat het eens weten. Ik niet, nee. Krijg je niet graag bloemen? Oké, dan krijg je van mij nooit bloemen. Ik zal het onthouden.
Oké. Okay. Zeg, heb je het liedje van Anouk al gehoord over de lente? Ik was heel verrast toen ik het hoorde de eerste keer. Ze zingt in het Nederlands over de lente. En ik dacht van, ah, dat is wel cool. Ze zong het in het weerbericht op tv in Nederland. Ik zie het hier nog niet gebeuren in Vlaanderen, eerlijk gezegd. En dan kwam ze gewoon dat nummer zingen. Ik vond wel iets hebben. Zo, kom mee, vlug naar buiten toe, want de zon is fel en de lucht heel mooi blauw. Ik heb ongeduldig gewacht op jou. Een vogel zingt, ik zing met hem mee. En ik geniet van al het moois om me heen. En zo gaat dat liedje. Zijn jullie er nog? Ik liet me even gaan. Oké. Okay. Spring has officially sprung. Het is lente. We krijgen een extra uurtje daglicht. Dank je wel. We hebben zin om naar buiten te komen. En in de tuin te werken. En bloemen, voilà, die zijn er nu plots overal. En telkens als ik mijn bloemen zie in mijn huis, ik kom langs, dan, dank je. Dan krijg ik een glimlach op mijn gezicht. Ik vind dat gewoon, ik word daar blij van, ik word daar happy van. Blijkt nu dat er een wetenschappelijke verklaring voor is. Waarom wij happy worden, blij worden, van bloemen. Een mooi boeket bloemen geeft ons een warm en een fijn gevoel van binnen. Het is namelijk zo dat bloemen geëvolueerd zijn om ons blij te maken. Om ons gelukkig te maken. Hoe geweldig is dat? En net zoals bepaalde planten stoffen hebben, geëvolueerd zijn en stoffen hebben ontwikkeld om ervoor te zorgen dat wij ze niet zouden eten. Aha, er zijn planten die stoffen aanmaken, bijvoorbeeld lectines, die ons moeten weerhouden om ze te eten. En als je daar meer over wil lezen trouwens, dan moet je dit boek lezen. The Plant Paradox van Stephen Gundry. Superboek. Dus verschietachtig wat je daar allemaal in leest. Maar dat gaat daarover. Maar dus, we hebben het vandaag niet over die planten die we niet moeten eten. We hebben het over de bloemen die ons gelukkig maken. Dat is dus in de wetenschap aangetoond. Alsjeblieft. En dat is de reden waarom we ze natuurlijk ook blijven kweken. Ze maken ons gelukkig. Dit is wat de wetenschap erover zegt. De Rutgers University. Die zeggen, we gaan ervan uit dat gekweekte bloemen meer voordelen hebben, omdat ze zijn geëvolueerd om snel positieve emoties te veroorzaken bij mensen door de verspreiding en de voortplanting van de planten. Dus, het is gewoon zo. Wat hebben ze nu ontdekt? Ze hebben een grootse studie opgezet. In die studie, heel veel deelnemers, ik weet niet meer hoeveel, maar veel. Elke deelnemer in de studie kreeg een cadeautje. Een cadeau, dat was bij een aantal mensen was dat fruit. Bij een aantal mensen was dat een geurkaars. En bij anderen was dat een boeket bloemen. En de resultaten van die studie zijn echt ongelooflijk. Want degene die het cadeau heeft gegeven, die heeft alle reacties van die mensen heel nauwkeurig opgetekend. En wat bleek nu? Dat mensen die bloemen kregen, dat die meteen een gemeende glimlach op hun gezicht kregen. Het was niet alleen van zo glimlachen uit beleefdheid. Nee, het was echt gemeend. En ook de mensen die... En trouwens, een paar dagen nadien gingen ze die mensen interviewen en bleek dat ze nog altijd in een happy mood zaten. Dus het gelukkig gevoel van die bloemen te krijgen, die bloemen te hebben, dat bleef gewoon doorduren dagen nadat ze die bloemen hadden gekregen. Daarentegen, de mensen die de geurkaarsen en het fruit hadden gekregen, die hadden ten eerste niet zo die big smile vanzelf op hun gezicht gekregen. Die hadden ook helemaal niet dat die happy mood. En zeker niet op de lange termijn. Dus dat was toch wel heel, heel opmerkelijk. Kennen jullie dat gevoel? Hey Dion, ken je dat gevoel van als je bloemen krijgt, dat je zo'n paar dagen extra happy... Maar jij bent altijd happy. Je gaat gewoon happy, dartelend door het leven, Dion. I cheer for you. Fantastisch. Maar misschien maken bloemen jou nog happier.
Wie weet. Dus, maar ja, we hadden het daarnet over die plaat. Ah ja, trouwens, Dion. Dion, geef jij wel eens bloemen aan een man? Krijgt Enrico trouwens wel eens bloemen? Nee, je bent bloemist geweest. Vandaar dat je zo happy door het leven gaat. Daarom, ja. Oh my, je hebt ook al van alles gedaan. Hè? Nee, maar dus planten waren er eerst. Dat moeten we goed weten. Planten waren er voor dat wij er waren. En planten hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat ze blijven groeien. Dat staat in dit boek, als je er meer over wil lezen. Het is ongelooflijk wat er allemaal in staat. Maar dus het voordeel voor ons is dat die bloemen, dat wij van die voordelen kunnen genieten van die prachtige bloemen. En dat het vooral als het lente is, hè, dan komen ineens overal die bloesems en die bloemen uit en dan kunnen wij daar extra van genieten. Als je nu dubbel zo gelukkig wil worden, double dose of happy, dan moet je zelf gaan tuinieren. Wie heeft groene vingers? Wie hier heeft groene vingers? Die had mijn eigen bloemenwinkel gehad toen ik een jonge dame was. Dat ben je nog steeds, joh. Je bent een eeuwig jonge dame. En ik ken jouw geheim. Ik deel jouw geheim. Wat had ik nu gevraagd? Ik weet het niet meer. Ik weet niet meer wat ik had gevraagd. Groene vingers. Wie heeft er groene vingers? Ik heb geen groene vingers. Ik heb geen groene vingers. Kun je groene vingers kweken? Kun je dan leren, groene vingers? Ik heb het echt niet. Ik heb ook nog nooit een tuin gehad. Ik heb nu voor het eerst een tuin, een echte tuin. En er is wel wat werk in. Er is keiveel werk in. En ja, ik denk dan van, oh, dat moet eigenlijk wel leuk zijn. En toen ik las wat ik nu ga vertellen, dan dacht ik van, dat motiveert mij wel om misschien toch eens aan de slag te gaan in mijn tuin. Zijn er mensen met groene vingers? Laat even weten. Zet even groen in de commentaar. Hebben jullie ook een groen... Ik heb zelfs moeite om bloemen te ondergaan. Oh, ik ook. Oh, Lindsay, ik heb zelfs planten die je geen water moet geven. Zelfs die gaan kapot. Ja. Ja, een grote tuin is heerlijk. Groen. Ja. Ah ja, oké. Oké. Dion, jij mag mij leren tuinieren, oké? In elk geval... Als je tuiniert, dan krijg je dus double dose of happy. Waarom? Omdat als je graaft en ploetert en vroet en moost in die bodem, in die aarde, dan zit chockvol, die aarde, die bodem zit chockvol goede bacteriën. Goede bacteriën, daar zeggen wij hoera tegen, want dat weten we ondertussen wat dat doet. En weet je, die goede bacteriën, dat is weer een andere... Welke university heeft daar... University van Bristol zegt dat die bacteriën in staat zijn... Houd u vast. Houd u vast. Ja, die bacteriën... Ja. Ik ga dringend groene vingers kweken, denk ik, Dion. Dus die bacteriën in onze bodem, die zijn in staat... Hou je vast om onze serotonine... te verhogen, gehaltesniveaus te verhogen. Serotonine, dat is de happy hormoon, hè? Dat is het hormoon waar je gelukkig van wordt, waar je blij van wordt. Hoe meer serotonine, hoe happier je door het leven gaat. En dus die bacteriën in je tuin, waar jij met je handen in zit te ploeteren, die verhogen je serotonine gehalte. Dus daar word je alleen maar blijer van. Nu, één kanttekening wel voor onze tuinierders hier, gebruik geen pesticiden. Hè. Dat gaan we niet doen, hè. Dat gaan we niet doen, pesticides gebruiken, die Roundup en zo. Dat gaan we niet doen. Laten we het onkruid wieden op ouderwetse wijze. We trekken het eruit. Het is veel beter voor jou. En je krijgt er dan ook nog eens een keer een gratis workout bij, eigenlijk. Want... Amai. Vanmiddag liep ik in mijn tuin en ik zag zo'n hele verdorde plant en ik dacht, oeps, die moet er even uit. Daar zit geen leven meer in, dat zie ik.
En ik dacht, ik trek die er even uit. Dat viel tegen. Ik kreeg die er niet uit. Dus dat was echt wel even een workout om die eruit te krijgen. Maar hey, dat is ook alleen maar voordelig voor ons. Oké. Wie is er nog allemaal aan het kijken? En wie heeft er groene vingers en wie houdt van bloemen? Zet bloemen in de commentaar als je van bloemen houdt. En zet groen in de commentaar als je groene vingers hebt. Dan kun jij mij leren tuinieren. Want ik wil groene vingers kweken. Omdat ik geleerd heb dat je van tuinieren dubbel zo gelukkig wordt. Nog meer dan alleen maar leuke bloemen in huis te halen. Oké. Bloem, ja, voilà. Yay, Lindsay. Oké. Lieve mensen, was het leuk? Heb je iets bijgeleerd dat bloemen ons gelukkig maken en dat de wetenschap dat gewoon heeft... hoe zeg je dat? Bestempeld of zo? Bevestigd, weet ik veel. Fanny, bloemen maar geen groene vingers. Ja, nou, toch wel wat mensen die... En zou je er willen? Zou je groene vingers willen? Net als ik. Nu heb je wel een goede reden, hè, om groene vingers te willen hebben en om te willen tuinieren. Vind ik. Oké. Lieve mensen, ik wil jullie hartelijk danken om te kijken. Ik wil jullie een heel mooie week toewensen. Een fijne zondagavond nog. Een mooie week. Vol frisse energie. Kijk naar al die bloemen. En word dan gewaar welke mooie glimlach je automatisch op je gezicht getoverd krijgt. En laat het mij weten. Ik zie jou heel graag de volgende keer terug. Goed, zorg goed voor jezelf, want dan weet je, hè, dan zorg je ook beter voor anderen. En dan moeten we moeten allemaal een beetje voor elkaar zorgen. Dan wordt de wereld er, samen met al die mooie bloemen, nog een beetje mooier op. Oké, heel graag tot de volgende. Bye bye.